Ziezo, goedemorgen iedereen. Ik hoop dat iedereen ook mijn scherm kan zien. Ik vermoed van wel. Ik zie het toch alvast goed lukken bij mijn collega Jan. En welkom bij deze nieuwe webinar, de eerste sinds de zomer. Dus ik hoop dat ook iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Wij alvast wel. En met wij bedoel ik mezelf natuurlijk en ook mijn collega Jan van der Stappen, Functional Lead bij Vendigrate. En hij zal al jullie vragen ook beantwoorden tijdens de webinar in de chatfunctie van Microsoft Teams. Ikzelf ben Jannik Borgmans, technical lead bij Vendigrate, al denk ik 1 of 2 jaar technical lead en ook al enkele jaren aanwezig bij Vendigrate. En ik zal u vandaag meer vertellen over Office 365 reporting en over SharePoint en Teams reporting, waar dat we een aantal zaken iets dieper op in kunnen gaan, om te gaan kijken van ja, wat er gebeurt er allemaal, wie bezoekt wanneer onze sites en zo verder. Dus als eerste reporting, waarom? Waarom willen we nu net gaan kijken van wat gebeurt er in onze Office 365 omgeving? Wat kunnen we gaan doen? Als eerste zijn er veel bedrijven al aan het verhuizen naar de cloud. Of zijn ze al enige tijd aanwezig in de cloud. Waarbij dat er een eerste belangrijke factor natuurlijk aanwezig is. Cost saving. We willen gaan kijken dan welke dat de resources die dat we gebruiken. Dat het geld dat we spenderen uiteindelijk aan Office 365, aan Azure. Dat op een correcte manier gebruikt wordt ook. En dat we niet te veel aan het uitgeven zijn. Dus cost saving is natuurlijk een belangrijke factor. Niet te veel licenties bijvoorbeeld. Productiviteit. We stellen een aantal tools beschikbaar voor onze medewerkers. Of voor jullie medewerkers. Gebruiken zij deze op de correcte manier? Of gebruiken zij ze zelfs al in eerste instantie wel? Stel bijvoorbeeld een Microsoft Teams in plaats van een Skype for Business. OneDrive in plaats van Local Shares. En zo verder. Mobility. Microsoft natuurlijk cloud first, mobile first. Als missie voor de komende jaren is natuurlijk mobility ook wel een belangrijke factor om te gaan kijken van gebruiken de medewerkers bijvoorbeeld Outlook op een mobiele telefoon om bijvoorbeeld even snel te kijken van ja, welke meetingroom moet ik nu net zijn over enkele minuten in plaats van opnieuw de laptop open te doen of de computer op te starten. Volgende, user adoption. Zijn de medewerkers echt wel bezig met het gebruiken van de laatste nieuwe zaken die dat we natuurlijk zelf voorop stellen? Stel maar, we pakken weg de move van Skype for Business naar Microsoft Teams. Loopt dat goed? Zien we inderdaad dat die move aan het gebeuren is op medewerkerniveau? Of is het enkel het globale plaatje dat we aan het schetsen zijn dat het lukt? Daar kunnen we natuurlijk ook gaan bekijken met de reports of dat goed zit of niet. En tot slot, security. Het is en het blijft een belangrijke factor binnen een omgeving. Zeker in een cloud-omgeving, waar dat we toch ja, goed moeten opletten wat we eigenlijk allemaal gaan doen. Dus security kunnen we gaan monitoren, gaan kijken van de mails die we binnenkrijgen, zit daar phishing tussen, zit daar spam tussen, worden die ook op een hoog niveau al geblokkeerd of komen die toch nog door? Ook zaken zoals Azure Active Directory, daar kunnen we ook veel gaan monitoren en gaan kijken of dat goed zit. Dus reporting op die niveaus is ook een belangrijke factor. Activity reporting, ofwel ook wel usage reports genoemd in Office 365. Verspreidt zich over verschillende takken, verschillende componenten binnen Office 365. Als eerste Exchange. We kunnen gaan kijken van wie zijn nu eigenlijk, nou, wie stuurt er veel e-mails? Worden er veel e-mails gestuurd? Wie ontvangt er veel mails? Maar we kunnen ook gaan kijken of dat die gebruikers mobiel zijn met hun mobile phone, met hun smartphone. Zijn de mailboxen nog groot genoeg? Moeten we daar gaan ingrijpen? Al dan niet. Zo van die zaken kunnen we gaan bekijken met Exchange Reporting. Microsoft Teams. Welke teams worden veel gebruikt? Welke teams zijn er echt wel actief bezig? Wanneer zien we dat er veel gebruikers online zijn of actief zijn? En zien we dat inderdaad dan van Skype naar Microsoft Teams, dat daar ook de switch gemaakt wordt. Net hetzelfde dat we nu lokaal of intern bij ons op Vendigrate doen, zijn we ook geswitcht van Skype for Business naar Microsoft Teams. Daarmee ook dat deze webinar nu voor de eerste keer in Microsoft Teams gegeven wordt trouwens. Office 365, dan zijn we meer op een hoger niveau en dan zijn we meer gaan kijken naar licentie-wise. Stel dat we inderdaad een aantal licenties ter beschikking stellen voor onze gebruikers, een Visio of dergelijke,
Ja, gebruiken ze die eigenlijk ook wel waarvoor dat ze gediend worden? Of laten ze die gewoon achterwege liggen en betalen we eigenlijk geld voor niets? Dat kunnen we daar gaan bekijken. Vervolgens hebben we OneDrive. Iedereen heeft zijn persoonlijke OneDrive. Bij onze organisatie bijvoorbeeld gebruiken ze die ook. Is de switch gemaakt van local storage, lokale bestanden, naar de OneDrive-omgeving? Kunnen we daar gaan bekijken? SharePoint. Wat zijn de meest actieve sites, populaire sites? Hier hebben we twee niveaus bij wijze van spreken, ook met Microsoft Teams. Bij SharePoint kunnen we gaan kijken op globaal niveau, wat zijn de populaire sites? En dan kunnen we dieper ingaan naar een site specifiek gaan kijken. Om te kijken van ja, welke time ranges zijn er populair bij de gebruikers? Welke bestanden worden er extern gedeeld? Die zaken, die reporting kunnen we ook allemaal gaan kijken. Skype for Business, wordt het nog gebruikt? Door wie wordt het eventueel gebruikt? In een kleine organisatie kunnen we dan ook nog verder gaan toespitsen en naar die gebruikers gaan toestappen en zeggen van hey, er is iets nieuws, er is een Microsoft Teams, misschien moet je daar gebruik van maken. En Yammer, wat is er daar allemaal mogelijk? Wordt iets minder gebruikt tegenwoordig, maar is zeker nog wel aanwezig binnen sommige bedrijven. En daar kunnen we ook gaan kijken wat daar de actieve componenten zijn. Wie heeft nu eigenlijk allemaal rechten voor de rapporten? Want uiteindelijk zitten ze ook in het adminportaal. Ten eerste de global admins. Die hebben natuurlijk overal rechten toe en zullen zeker en vast ook toegang hebben tot de rapporten. Exchange admins, om natuurlijk te gaan kijken hoe zit het met de mailboxen, hoe zit het met de e-mailflows. Die moeten ook hun gegevens kunnen gaan raadplegen. SharePoint admins, om hun SharePoint-gegevens raad te plegen. Skype for Business en tot slot Reports Reader. Het is niet meteen een admin, maar je geeft dan wel de mogelijkheid om tot bepaalde gebruikers leesrechten te geven tot de rapporten, om te gaan kijken en eventueel te rapporteren aan specifiekere personen. Eén voorbeeldje dat ik heb uitgepikt, Exchange, mail usage. Zoals ik al zei, kunnen we gaan kijken van welke mailacties zijn er allemaal, send, received en read, kunnen we hier onderaan zien, in het midden van de grafiek. En daar kunnen we dan ook ja, op gaan uitlezen dat er pakweg begin juni of halverwege juni zeer veel leesacties waren en dat het voor de rest wel een stabiele trend is. Met nu op het einde iets meer acties daar rond. Dat kunnen we dan bijvoorbeeld terugkoppelen naar een intern event dat we hebben gehad en wat er veel communicatie is rond geweest. Dus die trends zie je ook meteen terugkomen in de reporting van Office 365. Wat hebben we daar voor de rest nog allemaal? Onderaan hebben we ja, een detailrapportje dat we ook eventueel kunnen gaan exporteren naar een CSV-bestand, om dan zo verder te gaan met Excel. Deze zijn nu anoniem gemaakt, de usernames. Dat kunnen we eenvoudig doen binnen het Office 365-portaal, zodat de gegevens van uw eindgebruikers afgeschermd zijn van de administrators bijvoorbeeld. Of voor exportmogelijkheden. Dat niet iedereen weet wie dat er bijvoorbeeld veel berichten zit te sturen naar andere personen. Bovenaan hebben we ook nog het standaard gedeelte waarbij dat we kunnen kiezen 7, 30, 90 of 180 dagen. Het is ook telkens met een vertraging van 24 tot 48 uur. Dus het is niet dat je nu een mail stuurt dat het meteen in het overzicht komt. Je dient enige vertraging mee in te bouwen. Een volgend voorbeeldje. Algemeen op Office 365 niveau, user activity. Wat kunnen we daar zien? Wie dat er veel Exchange of dat er veel gebruikers Exchange gebruiken, OneDrive, SharePoint en zo verder. Ik sprak daarnet al even over het intern event dat we hebben gehad. We zijn een weekendje naar Fantasialand geweest en dat gaf ook natuurlijk wel discussie niet, maar toch wel voer tot spreken met zich mee, afspreken van om hoe laat daar, om hoe laat daar, wat gaan we eten en zo verder. En dat zien we ook wel een beetje terugkomen in onze Microsoft Teams. Ik was zelf verrast dat het al ja, zichtbaar ging zijn in het rapport zelf, maar we zien hier de laatste die 2 weken een normale trend, niet dat gelijkmatig is, maar dan zien we ineens toch wel gaan pieken naar dit moment, naar ongeveer het weekend dat we zijn geweest in Fantasialand. En dat we pakweg foto's aan het delen waren met elkaar. Dus zo van die zaken kan je heel eenvoudig terugvinden in de reports, de usage reports van Office 365. Waar kunnen we dat nu net zien? In het adminportaal. Als ik even mijn scherm met jullie deel. Ziezo. Dan hebben we links
een report. Mocht het niet meteen beschikbaar zijn, kan je nog altijd op show all klikken, linksonder. En dan komt het zeker en vast tevoorschijn. Dus onder de reports hebben we usage. En daar zien we meteen een groot overzicht van alle mogelijke rapporten dat we hebben, gegroepeerd per component eigenlijk. Links van boven kunnen we dan de specifieke rapporten gaan selecteren. Ik zal nu even het voorbeeldje nemen opnieuw van e-mail activity. En hier kunnen we dus gaan zien, dit is nu 180 dagen. Voor de laatste 30 dagen zien we dit nu tevoorschijn komen, waar dat blijkbaar op hier op een maandag toch wel veel mails verstuurd worden. En ook typisch hier op een vrijdag iets meer mails bijvoorbeeld. Ik sprak al over de exportmogelijkheden, dus hier hebben we het detailgedeelte van dit grafiekje, waar dat we kunnen gaan selecteren en gaan sorteren. Send acties, receive actions, kunnen we al dan niet gaan sorteren. En kunnen we ook gaan exporteren. Dus we kunnen eenvoudig een CSV gaan downloaden, om zo verder te gaan naar Excel en daar andere analyses te gaan doen en eventueel te gaan samenvoegen met andere gegevens. Wat hebben we nog? Microsoft Teams, device usage. We kunnen gaan kijken van welke gebruikers bevinden zich nu allemaal op een Mac. 3 gebruikers bij ons. Wie bevinden zich allemaal gewoon? Wie gebruikt het Microsoft Online portaal? Dat zijn ook een aantal gebruikers. Maar ik denk dat bij ons de meeste toch Windows gaan gebruiken. En dat zien we ook terugkomen in de grafiek. Tot slot SharePoint. Voordat we even straks gaan doorgaan naar het meer specifiekere SharePoint, het diepere gedeelte, kunnen we hier ook al gaan kijken van welke sites zijn er veel aanwezig, welke files worden er veel files gebruikt. Site usage zal ik doen. Dus hier kunnen we zien, ja, het aantal sites is stabiel gebleven. En hier kunnen we kijken welke acties of hoeveel acties dat er geweest zijn op de sites, welke actieve sites dat we hebben. Opnieuw is deze data anoniem gemaakt, dus we kunnen niet meteen kijken welke sites dat het zijn, maar we kunnen die ook wel natuurlijk die filter gaan afzetten. Waar kunnen we dat gaan doen? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig onder settings, services en add-ins. Dus links in het admin menu hebben we daar het luikje report. En daar hebben we het vinkje in display anonymous identifiers. Dus we gaan het de GUID gaan weergeven in plaats van de usernamen, de groepnamen of de sitenamen in het rapport. Wat natuurlijk handig is, mocht je gaan rapporteren aan andere personen, dat het anoniem is natuurlijk. Het volgende luikje, Protection and Threat Management. Met Office 365 en achterliggend natuurlijk Azure Active Directory, zijn er veel zaken om security te gaan toepassen op onze omgeving. Wat kunnen we nu eigenlijk allemaal gewoon met out-of-the-box Office 365 gaan doen? Met natuurlijk dan achterliggend Azure. Classification, data loss prevention, records management en zo verder. Dat zijn allemaal individuele componenten die dat we kunnen gaan instellen en kunnen gaan doorvoeren. Voor deze zaken hebben we natuurlijk ook nog rapporten achterliggend beschikbaar dat we kunnen gaan kijken van welke hoeveel mails komen er binnen, van waar komen de mails binnen. Zijn er specifieke mails die dat als spam gedetecteerd worden of krijgen we vanuit de eindgebruikers door van deze mail moest eigenlijk wel als spam gedetecteerd worden. En dan kunnen we daar ook de nodige acties aan gaan koppelen en kunnen we onze instellingen een beetje verder gaan fine-tunen. Dus onder het Security and Compliance Office 365 Admin Center krijgen we al meteen het globale dashboard ter beschikking. En zo kunnen we daar gaan kijken van loopt het goed, loopt het niet goed. Hier een klein voorbeeldje, malware detected in e-mail. Dit is nu van een demo-omgeving, maar ik kan me voorstellen dat er in een productieomgeving van een groot bedrijf dat er wel wat malware rondgestuurd wordt. En dan kunnen we dan ook hier gaan kijken wat die op de correcte manier gedetecteerd wordt. En we kunnen eventueel ook aanvallen gaan bekijken naar waar de mails verstuurd worden. Een ander voorbeeldje, opnieuw over e-mail. Een klein grafiekje waarbij we kunnen zien van hoeveel mails worden er verstuurd.
zijn het goede mails, bij wijze van spreken, dus is er eigenlijk niets mis mee. En hoeveel mails zijn er gedetecteerd als spam of als malware? Ziezo, waar kunnen we dit eigenlijk ook weer terugvinden in ons adminportaal? Als we gaan kijken in ons globaal Microsoft Admin Center, Microsoft 365 Admin Center, onder reports hebben we ook security and compliance. Ah, ik kreeg even door dat mijn scherm nog niet gedeeld was. Nu normaal gezien wel. Dus in het Microsoft 365 Admin Center, onder reports, hebben we security and compliance. En kunnen we daar gaan doorklikken naar het reports dashboard. Ziezo. In de URL kan je zien protection.office.com. Dat is het standaard admin center voor security. En nu gaan we naar, specifiek naar de insights dashboard. Dus hier staan alle, globaal gezien, alle beschikbare rapporten op. Waar dat we kunnen gaan kijken van ja, wie stuurt er veel e-mails. Hoe zien de e-mails eruit? Hoe zijn de connectors? Komen we van het internet of gaan we ergens naar het internet? En zo verder. Maar elk apart componentje heeft hier en daar ook nog specifiekere dashboards beschikbaar. Bijvoorbeeld data governance. Kunnen we gaan kijken van ja, we hebben ergens labels ingesteld. Worden deze op toegepast? Wat zijn de populairste labels? Met de e-mailflow kunnen we gaan kijken van we hebben enkele outbound messages. Hoe lopen deze? Ik zal hier even op doorklikken. Kunnen we pakweg zien dat er mails binnenkomen op onze Office 365 omgeving, wat hier het middelste is. En de meeste mails komen van Microsoft.com. Dit is ook een demo tenant, dus dat is logisch. En de andere mails, als we de mails gaan sturen, dan gaan deze ook naar Microsoft.com. In een productieomgeving kan je dus goed gaan kijken van worden er eventueel veel mails geforward naar een Gmail account, naar een Hotmail account. Dus persoonlijk accounts uiteindelijk. En van waar komen de meeste mails binnen? Kunnen we daar ja, spamdetectie ook gaan doen als we specifiek een bepaald domein veel mails gaan ontvangen. Dus dat kunnen we hier eigenlijk allemaal gaan bekijken. Nog een leuke, onder search hebben we audit log search. Daar kunnen we gaan zien van welke acties er allemaal zijn geweest op onze omgeving. Bestanden open doen, bestanden gaan verwijderen. Zo van die zaken kunnen we terug in de geschiedenis gaan kijken. En kunnen we ook specifieke acties gaan ondernemen. Ik zal nu even laten lopen. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld gaan zien dat een bepaalde gebruiker een search query heeft uitgevoerd. Een lijst heeft geüpdate, een bestand heeft gebruikt of een pagina heeft gaan bekeken. Zo van die zaken kunnen we hier allemaal gaan auditen, gaan bekijken en eventueel gaan zien van welke zaken moeten we gaan toepassen. Mocht die gebruiker daar wel rechten op hebben of als een werknemer het bedrijf heeft verlaten, welke bestanden heeft hij eigenlijk allemaal met zich meegenomen. Deze zaken kunnen we ook opnieuw gaan exporteren. We kunnen deze de zaken die er nu geladen zijn gaan exporteren, of we kunnen ook gewoon alle resultaten gaan exporteren naar bijvoorbeeld dan weer een Excel om analyses te gaan toepassen. Ziezo, SharePoint en Microsoft Teams, zoals ik al zei, kunnen we op een globaal niveau gaan kijken naar SharePoint. Welke sites zijn de meest gebruikte? Welke actieve sites zijn er bijvoorbeeld? Maar we kunnen ook verder naar beneden gaan op site level. Dus aan het level hadden we files, sites en users. Maar op site level kunnen we meer specifiek gaan kijken naar hoeveel unieke views op deze site hebben. Wat is de site traffic? Welke platform gebruiken de gebruikers? Gaan ze eerder mobiel? Gaan ze via de desktop omgeving? Zijn er externe gebruikers? En welke externe gebruikers accessen welke bestanden? Hoe kunnen we dat gaan zien? Als we naar een SharePoint site gaan, kunnen we rechts van boven op de gear icon klikken op site usage. En daar kunnen we dan de volgende zaken eigenlijk gaan zien. Opnieuw hebben we hier ja, de mogelijkheid om 7, 30, 9 en 180 dagen te gaan bekijken. En we kunnen dan ook gaan zien van ja, files, pages en zo verder. Ik zal zo dadelijk tijdens de demo ook wel een site open doen, dat je dat zeker kan gaan bekijken. Microsoft Teams reporting.
Hetzelfde verhaal als met SharePoint. We hebben twee levels, tenant level, device usage en user activity. Dus we gaan kijken van hoeveel actieve gebruikers zijn er en op welke, via welke manier gaan ze Microsoft Teams toegang verkrijgen. Via mobiel, via de desktop. Op team level kunnen we eerder gaan kijken van welke gebruikers zijn er actief, welke zijn er inactief en op welke momenten is het. Verder kunnen we het onderscheid krijgen tussen members en guests. Wanneer het er gebruikers actief waren en wanneer het er het meeste berichten, het aantal berichten gestuurd zijn. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld op onze blog, ons Microsoft Teams blogteam. Daar kunnen we nu gaan kijken, nou, in dat team zijn 16 gebruikers, 3 ervan zijn er heel actief, 13 ervan zijn minder actief. En we hebben gewoon 16 owners, members en geen guests. Dus er zijn geen externe gebruikers in dit team. En dan kunnen we ook nog gaan kijken van ja, wanneer zijn de meeste gebruikers actief. Dus nu ja, het laatste natuurlijk, die 3 actieve gebruikers, is van de laatste periode. Maar we kunnen ook wel gaan zien dat er rond pakweg eind juli, begin augustus, meer gebruikers actief waren, namelijk 8. Dus waar kunnen we deze zaken gaan zien? Zowel SharePoint als Microsoft Teams. Als we naar een SharePoint site gaan, ik heb er hier normaal gezien eentje openstaan ergens. Kijken. Ziezo. Dus ik heb hier een site. En onder het gear icon hebben we site usage. Als we daarop klikken, komen we op deze pagina terecht. Je kan ook in de URL zien dat we naar de siteanalytics.ispx pagina gaan. Opnieuw, dit is een demo-omgeving, dus je moet niet vastpinnen op hoeveel gebruikers dat er zijn. Maar het geeft wel een goed idee van hoe dat het in elkaar zit. Dus we kunnen kijken hoeveel unieke gebruikers dat er geweest zijn. De laatste 7, 30 en 90 dagen. Dus hier hebben we niet de mogelijkheid van 180 dagen. Hoeveel site visits. Dus van al die gebruikers, wie bezoekt het meeste? Of hoe vaak wordt de site zelf bezocht? Dan site traffic. Kunnen we gaan kijken van ja, welk moment in de tijd. Dus zowel de dagen, maandag, dinsdag en zo verder. Maar ook op welk uur van de dag dat de site veel bezocht wordt. Typisch bijvoorbeeld op een internetpagina, de homepagina van uw omgeving, dan zal dat pakweg 's morgens zijn, wanneer dat iedereen aankomt op het werk, de SharePoint-omgevingen opendoet en gaat kijken van ja, zijn er nieuwe nieuwsberichten aanwezig. Dus dat gaat meestal 's morgens zijn en pakweg 's middags als iedereen net terugkomt van het eten bijvoorbeeld. Volgens populaire platformen, dus we kunnen kijken, nou, op deze site is er nu iedereen via desktop gekomen. Wie komt er via de mobiele web, dus via de browser op uw mobiele phone, of via bijvoorbeeld de mobiele applicatie, de SharePoint applicatie op uw mobiele phone. Verder kunnen we nog kijken, tablet of other devices. Welke bestanden, dus welke, oh, dit is nu een pagina, heeft de meeste unieke bezoekers en welke krijgt de meeste views? En tot slot, welke bestanden zijn er gedeeld met externe gebruikers? Dus hier kunnen we gaan kijken van, we hebben onze site opengesteld naar externe gebruikers, maar welke bestanden worden dus nu het meeste bekeken door die gebruikers? En daar kunnen we eventueel kijken van, ja, zijn er bestanden tussen die dan niet gedeeld mochten worden? Dan kunnen we dat hier ook meteen gaan rechttrekken. En kunnen we ook gaan zeggen van, ah, ik wil dat bestandje gaan opendoen of ik wil de rechten gaan bekijken van dat bestand. Dan Microsoft Teams. Dus zoals ik zei, kunnen we op het globale niveau onder reports usage in het admin center gaan kijken van welke user activity is er. Maar we kunnen ook gaan kijken onder of in Microsoft Teams zelf. Dus ik heb hier ons VendiGrid blog team. Als we daarop manage team klikken, dan komen we op deze pagina terecht en hebben we hier een tab analytics. En hier krijgen we opnieuw het overzicht te zien van de laatste 28 dagen. En kunnen we zien ja, hoeveel gebruikers dat er actief waren op welke dag. En kunnen we ook kijken van wanneer dat het meeste berichten verstuurd worden. Ik zal eventueel een ander team open doen met meer berichten bijvoorbeeld. Dus hier zien we meer een verspreidenheid. Dus om de zoveel tijd wordt er vermoedelijk een berichtje gepost. En dat zien we dan ook. En dan zijn ook de meeste gebruikers aanwezig. Dus we zien hier 6 berichten en dat resulteert dan hier in 4 gebruikers die op dat moment actief waren. Hier 2 keer 3 berichten en dat zien we dan ook dat hier de gebruikers actief waren rond die periode.
Dus al die zaken zijn ook wel, ja, je ziet dat die gelinkt zijn met elkaar. Post er iemand een berichtje, dan zie je ook dat de gebruikers, de actieve gebruikers, ook naar boven gaat gaan. Dus dat is ook het leuke om te weten van, wordt mijn Microsoft Teams echt wel gebruikt als we de overstap maken van Skype for Business bijvoorbeeld naar Microsoft Teams? Blijft het ook gebruikt worden voor de doeleinden? Het zijn allemaal zaken die we daaruit kunnen afleiden. Power BI, een zeer krachtig platform waar Microsoft de laatste jaren ook enorm veel in geïnvesteerd heeft, is een platform om analyses te gaan uitvoeren, om dashboards bij elkaar te klikken, bij wijze van spreken, om ja, snelle analyses te kunnen gaan uitvoeren op een groot aantal data. Specifiek voor Microsoft 365 Reporting voor de Usage Analytics heeft Microsoft een content pack samengesteld. Wat bevat zo'n content pack? Het bevat pre-built reports, dus we kunnen meteen een aantal zaken gaan bekijken. Het bevat ook het datamodel, dus deel het achterliggende model van actieve gebruikers, van veel gebruikte sites en zo verder. Zit er ook allemaal meteen mee ingebakken. De dataconnecties naar pakweg Microsoft Graph zitten er allemaal bij in. En we kunnen specifieke inzichten gaan verkrijgen. Microsoft heeft er een aantal zelf al ingebouwd. En je kan eventueel nog verder gaan editeren en gaan zelf toevoegen. En het bevat een overzicht van de laatste 12 maanden. Wat bevat het nu globaal gezien even kort? Adoption overview, dus het globale overview, de product usage. Dus we kunnen gaan kijken van welke licenties zijn er, welke worden er gebruikt, al dan niet. Storage, dus kijken van mailboxes, OneDrive, SharePoint, zit op het gebied van storage daar nog alles goed. Communication, dus meer het besturen van berichten via Teams, Yammer, e-mail en zo verder. Collaboration, het bewaren en het samenwerken op documenten. Office Activation is opnieuw dan meer welke licenties hebben we, project, Microsoft Project, Visio en Word is ook gebruikt. Access from Anywhere, dat is dus meer het devices gelijk en de clients gelijk. Dus van waar connecteren de medewerkers naar hun e-mailomgeving, naar hun Skype for Business of Yammer-omgeving bijvoorbeeld. Individual service usage, dus hoe gaan ze Exchange, Teams, Yammer en zo verder gaan gebruiken. Dus meer specifiek voor die individuele services. En dan ook nog de user activity reports daaromtrent. Hoe ziet het startpagina eruit? Dus van het moment dat we dan Power BI's gaan koppelen met de achterliggende data, komen we meteen op dit dashboard terecht. En kunnen we zien van hoeveel percent bijvoorbeeld actieve gebruikers hebben we. Wat is het gebruik per product? Dus hier zien we dat er veel Exchange wordt gebruikt ten opzichte van een SharePoint, een OneDrive, een Skype of een Yammer-omgeving. En hier kunnen we ook gaan kijken van we zien dan inderdaad hier wel dat er veel Exchange wordt gebruikt, maar hoeveel fysieke gebruikers, actieve gebruikers hebben we dan? En dat kunnen we dan pakweg in dit grafiekje gaan zien. Nog een ander overzicht van nu specifiek meer OneDrive. Hoeveel geenabled gebruikers hebben we? Hoeveel gebruikers hebben we toegang gegeven tot OneDrive? En hoeveel actieve gebruikers hebben we? Hier komen we nu neer in dit voorbeeld op 77%. Maar we kunnen ook gaan kijken van hoeveel bestanden zit er nu specifiek in SharePoint, hoeveel actieve ten opzichte van enabled gebruikers zitten we daar, en daar zitten we dan pakweg op 92% bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal zaken die we daar kunnen gaan bekijken. Een leuke om eventueel zelf te doen, nu tijdens de webinar of na de webinar, is om de volgende stappen even te doorlopen. Als we naar reports gaan, ik ga even een andere omgeving openen. Als we naar reports gaan, usage, dan zien we hier het globale plaatje dus van Office 365. En zien we ook een laatste taal, Microsoft 365 Usage Analytics. Als het nog niet geenabled is, kan je het daar zelf gaan enabelen. Maar de bedoeling is hier dat we een bepaalde tenant ID gaan verkrijgen. Dus je kan het, als je erop klikt, kan je het gaan enabelen. En dan gaat Microsoft ook alle data al achterliggend ergens gaan verzamelen en in een datamodel gieten. Maar je kan dus hier de tenant ID gaan kopiëren. Ziezo. Als we dan naar appPowerBI.com gaan, dus gewoon weg de
de Power BI omgeving, dan kunnen we links onderaan Get Data klikken. En daar zien we, dus we gaan ergens data gaan, moeten gaan verkrijgen van een bepaalde omgeving, maar zien we hier dus Service Content Packs beschikbaar staan. Dat zijn dus de Content Packs die dat Microsoft out of the box al wil gaan aanleveren en waarbij je vrij simpel gewoonweg dient aan te melden en bepaalde gegevens te gaan doorsturen, alvorens dat zij alles kunnen gaan samenstellen. Nu specifiek voor Microsoft 365, Office 365, moeten we daarop gaan zoeken. Komt het niet met, wil het niet meteen zoeken. Dan kan ik even zelf kijken. Even klikken. Ja. Dus, oh, het is Office 365 Adoption Preview, dus ja, de naam kan nogal eens verschillen. En normaal gezien moeten we daar dus onze tenant ID gaan opgeven en moeten we gaan authenticeren met Office 365 natuurlijk. Dus hier zien we dus de tenant ID die we zo net hebben moeten kopiëren van het usage report. Als authenticatiemethode kiezen we OAuth 2. En dat betekent dus dat we een pop-up gaan krijgen waarbij dat we onze gebruiker, dit nu van de demo-omgeving, Ellen de Jong, dienen te authenticeren. En vanaf dat moment heeft dan ook Microsoft de token hierachter liggend en kunnen we verder gaan aanmelden. Op dit moment is Microsoft alles achterliggend, dus Power BI is alles achterliggend, de data aan het refreshen, aan het binnenhalen. En zien we ook al meteen dat er een dashboard is aangemaakt. Achterliggend, onder My Workspace, zien we dat er een dashboard is aangemaakt, een report zijn aangemaakt en ook een dataset. Dus al deze zaken krijgen we out of the box dus met het content pack en die dus zelf ook niet zelf aan te maken. Dus kijk dat we even kunnen doorklikken. Hier zit precies wat moeilijkheid. Al even deze omgeving open doen. Dus we hebben ons algemeen dashboard en dan kunnen we gaan doorklikken op een specifiekere overzicht en kunnen we ook de reports gaan bekijken. Onderaan hebben we nu de verschillende tabs beschikbaar, die ik zo net even opsomde, met de product usage, bijvoorbeeld de storage usage. En dan kunnen we ook gaan kijken van, hoe zit het met onze storage? Is deze nog voldoende? Al dan niet, kunnen we daar acties gaan ondernemen om eventueel zaken te gaan bijvoegen. Maar het dient precies nog even geladen te worden achterliggend. Dus ook net een nieuwe omgeving, dus daarmee. Hier zien we nu Exchange Online, hoeveel storage hebben we nog over? En moeten we hier al dan niet acties gaan ondernemen. Voor de rest kunnen we hier ook andere zaken gaan raadplegen, die dat we ook al konden zien in het, onder het report gedeelte van Office 365, maar nu dus in Power BI. Stel dat je zelf aan de slag wilt gaan, kan je dit even gewoon zelf gaan editeren, of kan je het ook gaan exporteren naar pakweg Excel, om daar dan te connecteren met de Microsoft Graph, waar dat ook alle data, alle reports uiteindelijk in zitten, om zo zelf rapporten te gaan samenstellen op maat van je omgeving. Ziezo, dat was de webinar. Mijn naam is Jannik Borgmans en ik dank u voor jullie attentie. Mochten jullie nog vragen hebben, kunnen jullie dat zeker en vast ook doen in de chatfunctie. Of je kan ons achteraf contacteren door middel van e-mail, Microsoft Teams en zo verder. Ik wil jullie graag ook nog uitnodigen op ons gratis event van 24 oktober. Waarbij dat waar we meer informatie gaan geven over Power Apps, Power BI, Power Portals, Microsoft Flow. Dus we willen echt wel de power, de kracht naar jullie brengen met deze producten. Dus zeker en vast inschrijven. Bedankt voor uw attentie. De opkomende webinars zullen vermoedelijk in november en december zijn over het gebruik van externe gebruikers in Office 365 en Office 365 groepen. Dus deze webinars zitten er ook nog zeker en vast aan te komen. Dank u wel.